meneer de Hof. Ja. We staan hier op het, het kerkpleintje. Ja, dat kun je wel zeggen. En is dit vroeger ook altijd zo geweest? Nee. Dit is eigenlijk maar een heel Italiaans geval. En het was erg mooi en het zag er prachtig uit. Het is met paarden, geloof ik. Ja, en het heeft geloof ik net 2 weken geleefd, toen was het kapot. En dat is vaak het jammer in Almelo, als je wat leuks doet, dat het door de buitenwacht kapot gemaakt wordt. Maar het was natuurlijk altijd wel een centraal punt hier. Mm-hmm. En vandaar dat en de kerk op de achtergrond. Dit was eigenlijk waar we inkijken. Dus de kant van Jan Pezio, dat is eigenlijk het oude stuk. Ja. En dit is eigenlijk waar we nou naartoe gaan. Dus naar de hoek van Oranjestraat is eigenlijk het nieuwe eind. Het nieuwe eind. Het nieuwe eind. Het nieuwe eind. Zo werd dat vroeger genoemd. Dat dit helemaal alle eind was. Nee, dit is het oude eind. Dat was het nieuwe eind. Nieuwe eind. Oh. Hier bij de Gutten stond vroeger eigenlijk de poort van Almelo vanwege de Gouden Leeuw. Maar daar komen we straks nog op. Ja. En dan staan we hier voor het pand. Dat is nou de naam Mix. Hier zat vroeger de firma Van Buren. En Van Buren die had natuurlijk een hele vertrouwde naam in Almelo. Die deed in elektriciteit en lampen en zo. En daar is later is dit verbouwd wat het nou is. En dan gaan we straks krijgen. Dus hiernaast was een heel hoog gebouw. En dat heette dan ook de Hoge Stoep. De Hoge Stoep. Ja, dat was Bendien van de Hoge Stoep, hè? Ja. Daar heeft mijn moeder nog gewerkt. Oh ja, maar wat die nou precies deden, weet ik eigenlijk niet. Of ze daar confectioneerden of zeg maar dingen maakten, aan elkaar naaiden of weet ik wat. Ja, maar dit was een woonhuis toch? Nee, het was een fabriek. Was een fabriek? Ja. Fabriek. Dus dat is niet van stellen, maar toch? Dit was de Hoge Stoep. Weet je, het was een heel statig hoog gebouw. Ja. Het liep net zo hoog als de Verrocchio ernaast. Ja. En ik heb het zien afbranden, dus het brandde goed. Er zijn mooie balken in, het brandde grandioos. Ja. Maar ik dacht dat daar geconfectioneerd werd. Dus dat heette dus Bendien van de Hoge Stoep. Je had daar ook inderdaad. Ja, je moest er met zijn stoep in. Met een paar van die grote rechte deuren zaten erin. Ja. En dat is dat hele gebouw. Maar daarna, nadat het afgebrand is, was dat niet een barretje of zo, een stoepje? Dus de Hoge Stoep die is toen verbouwd door de Stoepke. Ja. En dat was een hele leuke gelegenheid waar ook veel jongelui naartoe gingen. Het was toch gezellig. Ja. Maar die heeft het ook weer niet lang volgehouden. Want als je denk ik de horeca niet goed benadert, dan hou je het niet lang vol. Het is nog heel fris en is vorige week geopend. Hier zat vroeger de Raper. De Raper was een damesconfectiezaak. En voor betere confectie. Ja. En die hebben het in Almelo heel goed gedaan, maar op een gegeven moment was het schijnt over. Het was de eerste zaak hier in Twente die Lembok verkocht. En Lembok, dat was een speciaal merk voor leren, handschoenen. Ja. En het was wel een beetje duur, maar het was wel voornaam en mooi. Heel erg en dat verkocht hun. Maar het is jammer dat zulke zaken eigenlijk dus toch vertrokken zijn. Echt een speciaal zaak was het ook, Ja, echt een speciaal zaak, ja. Die natuurstenen, dat is een van de duurste natuurstenen die je kunt kopen. Ja. En ze boren er zo gaten in. Ja, het wordt weggetimmerd. En ze timmeren het weg. Zonder. Het past niet in een... Het is allemaal met die vlindertjes, hè? Ja. Dat is een heel mooi gebouw, ja. Heel mooi. Een erg mooi gebouw. Ja. En wat heeft hier zo ingezet? Hier zat vroeger een de firma Heeman in. En dat was een... Dat was een zaak. Knopen. En, dus fournituren voor naaisters en zo die dat daar kocht. Heel lang gezeten. En het pand werd opgedeeld. Nee, dat was helemaal Heeman dit. Het hele pand? Ja, dat is helemaal Heeman. En met een ronde ruiten nog in en zo. Ja. Het was een echt antiek pandje. Oh, ja. En die zonder altijd van achter en voor gewoond hebben. Maar een vertrouwde naam, want daar moest men naartoe. Hè? Want als mijn buurvrouw had de naam nog herinnert, dat wil toch wel wat zeggen. Dat is misschien ook wel eens geweest. Ja, ik ben er vroeger heel vaak geweest. Ja, er is wel een confectie ingezeten. Maar al fijn. Op het moment zit er dus een lijstenmakerij in. Mm-hmm. En waar je posters kunt kopen en dergelijke. Die zit er ook al een tijdje. Ja, die is een leuke winkel. Jawel, die zit al een tijdje. Ja. Krijgen we, hier zat vroeger de firma Hogenbosch. Op het hoekje, Dat is natuurlijk alweer lang geleden, maar die zat hier dus in. Dat is een collega. Ja, maar die kon het dan schijnt toch niet volhouden hier. En die is helemaal vertrokken met Almelo. Toen is eigenlijk de boekelier erin gekomen. Ja. En dat voorziet wel in de behoefte natuurlijk, een tijdschriftenhandel in Almelo. In Almelo. Hogenbosch zei u, hè? Hogenbosch. Ja, dat was dat helemaal op het hoekje gebouwd, helemaal met een rond raam of zo? Of wat is die installatie was die uitgebouwd? Een diepe portiek had. Een diepe portiek, hè? Nou, en dan komen we hier bij Farocchio. Dat de biscoop, de enigste biscoop in Almelo die we eigenlijk op het moment nog hebben, officieel. Ja. En, dit pand is eigenlijk nooit veranderd. Ik zie hier nog vroeger Hartgers, de directeur, staan. En dus dat is de vader van
Nee, de opa van deze eigenaar, die er nou op zit. Ja. En dan stond hij met de bolhoed voorop en meer als een theaterdirecteur uit te nodigen. Want mensen konden erin. Ja. Ja. En dat was de oude Hartgers. Ja, dat is al een tijdje geleden. Ja. Nee, ja, wel, maar ik kan het nog herinneren. Dat maakt het toch wel indruk. Ja, een man met zo'n bolhoed. Die daar, Nou, dit is ook een bioscoop gebouwd. Ja, een bioscoop. Ja, vroeger was een bioscoop was ook een stuk theater. Hè? Ja. Dus je had, in programma's had je dus ofwel een man met een accordeon die erin speelde. Of een paar artiesten die... Ja, ik kan me herinneren dat heel vroeg meneer Zaal, Jijf Zaal, we kenden Jijf Zaal ook. Toen nog in destijds met die stomme films dat Jijf Zaal dat hij speelde. Ja, met zijn accordeon. Ja, Jijf Zaal was natuurlijk ook een figuur in allemaal. Ja. Ja. Nou, en dan komen we hier op het hoekje van de Hagengracht. Ja. Dit is een juwelierszaak. De Bruggeman, die zat in de Doelenstraat. Mm-hmm, en die had in horloges en optiek deed hij. En die is hier toen begonnen. En daarna heeft hij het schijnt overgedaan naar Berendsen. Dus het is toch een gouden en zilverzaak gebleven. Ja. Waar het balkonnetje zit daar, daar zat de Afsinema met zijn bloemen. En daar heeft hij jaren gezeten. Ja, maar dat is al wel heel lang geleden. In de jaren 50, denk ik. 50, 60? Ja, ik denk dat 30 jaar terug. De boedewinkel. Oh, ja. Die heette Duchesne. Duchesne. Een chique naam. En dat was de familie Klein Robbenaar die erop zat. En die hebben er jaren in gezeten. Ja, ik weet niet beter. Mijn moeder ging daar vroeger al in. Ja, hoor, die zijn al jaren. En de Gutten, dat was natuurlijk al, als je over de Gutten sprak, dan sprak je eigenlijk ook al over Casper Molbrand. Ja, precies. En die krijgen we dus nu. Zat bij die blauwe, bij die blauwe deur, ja. Dat was Klaas Biesemaat zat er later. Die zat er later. Ja, maar dit was Klaas Molman, dat weet ik En Casper Molmans, die was natuurlijk altijd goed te herkennen, want die had een klein knobbeltje op zijn rug. Ja. Ja, en dat is ook dat liedje van Casper. Maar goed, dat was Casper Molmans, dat was een begrip. En daar zijn we dus nou aan toe. Hier zat Casper Molmans, dit stukje. Alleen dit stukje was van Casper Molmans. Ja. En die had dus in Almelo een hele goede naam, want de gezellenfietsen die moest je bij Casper kopen. Ja. Dat was de man, die wist precies waar het ventiel zat. Ja. Maar dat was Casper. En later natuurlijk in speelgoed en in sport. En Jole Loe, die was knecht bij Casper Molmans. Dat klopt. Die is later voor zichzelf begonnen. Ja. Oh ja, dat waren dus dan toen de twee concurrenten. Van mijn jeugdzonders. Ja, wat eerlijk. Ja. Maar... Ja. Dat goed, dan zat Casper Molmans. Was dan ook niet helemaal niet meer, maar ik dacht toen het dat heel mooi zou zijn. Ja. Ja, en nu zitten we dus het pand naast Casper Molmans. En daar was vroeger was daar de zaak van, hoe heet die ook Simon weer? De Wit? Nee. Het is leuk als je nog na moet denken. Hè? Ja. Zijlstra. En voor ouderen die weten dat natuurlijk Zijlstra was een begrip. Dat was eigenlijk de concurrent van de Gruiter. En die zat hier. En daar, dat pandje, dat was kenmerkend dat het zulke mooie blauwe tegels had. Ik weet niet, van die helblauwe heel blauwe tegels. Van die geglazuurde. En jij moet het zeker weten, want ik heb gehoord dat als je over jeugdzonde praat, dan zit daarvoor zit dan de jeugdzonde en dat zijn dan de tegels die ervoor kwamen. Ja, en daar komt daar blauw ook nog. Ja. En als je die eraf haalt, dan komt, dan komt daar nog de blauwe tegels dan weer tevoorschijn. Ja, ja. En de mooie gevertjes. Maar die Zijlstra-zaak, net zoals de Gruiter, die hadden destijds al een bepaalde image. Dat moest die kleur zijn, die inrichting. Dus die waren de tijden elke ver vooruit. Hè? Mm-hmm. En dat was de Zijlstra. Je moest dus maar twee één maken. Twee totaal verschillende panden. Ja. Maar daar zat vroeger in Lohuis boekhandel. Mm-hmm. En Lohuis was voor Almelo ook weer een begrip, omdat dat eigenlijk de enige zaak was die religieuze artikelen verkocht. Dus zoals beeldjes en kerstkribbers en rozenkransen en missaals. Maar daarnaast hadden ze dus ook een boekhandel en ze hadden ook een drukkerij. Mm-hmm. En dat was dus, die hebben er jaren gezeten. Ja. En Boekhuis is heeft hem van hun overgenomen. Ja, ook een aantal jaren nog. Ja. En nou zit er Tahar de makelaar in. Mm-hmm. Nou, en dan gaan we naar zijn buurman. En ik weet niet of men dat nog weet, maar daar zat vroeger Van der Werf in. Van der Werf? Van der Werf was een zaak die alles op een halve cent prijsde. Oh, dus die komt voor 2,5 cent, 3,5 cent, maar alles om een halve cent. En wat was dat voor zaak? En dat was dus textiel. En dat zat Van der Werf. Dat was een firma uit Groningen. Die had nog wat filiaaltjes. Maar dat is dus na de oorlog is dat ook allemaal dus veranderd. Toen heeft is in de tijd van de oorlog geweest? Ja, zat hier nog? Nee, in de oorlog heeft hij hier nog gezeten. Mm-hmm. En toen daarna heeft er de Chinees gekocht.
En die is er dus toen in begonnen. En die zit er ook alweer een hele tijd. Ja. Het is een, een van de goede Chinezen in Almelo. Ja, ja, ja. Dat wil zeggen qua eten dan. Ja. Misschien ook wel qua mentaliteit. Weet ik niet. Ik dacht dat hij al in de jaren 50 hierin gekomen is. Die is hier al heel lang. Het is oorspronkelijk de zaak van, hoe heet hij, Ling? Ling, Herman Ling. Ja. En die is hier begonnen. Ja. En daar zat vroeger Kapper de Nooi. Oh, ja. Ja, Kapper de Nooi, ja. En Kapper vaak de Nooi, dat was dus van... hoe was het ook? De grimeur ook. Ja, dan kreeg hij, en dan kreeg hij dus een fooi van, zijn, van de klant. En dan was het pot voor meneer, schuieren Jan. En dan moest een de jongste bedienen, die moest dan met de schuier komen om je haren van de schuier. Oh ja. En ja, dat was dus de Nooi. Ja. Maar de Nooi had natuurlijk, was ook een grimeur. Ja. Die bij bijvoorbeeld toneelgezelschappen. UD mensen... was hij ook bij, hè? Ja, dat was hij ook altijd. Ja. UD was vroeger dan ook een toneelclub in Almelo. Dat geloofde nog wel wat. De Nooi heeft er een goed restaurant in gezeten. En die man heeft het 2 jaar gedaan. En die konden niet tegen de druk van zijn klanten en die heeft ze toch wel weer verkocht. Het is er wel even helemaal afgeweerd. Ja, helemaal af. Zien, oh ja, het is er helemaal afgegaan. Bovenkant zit er helemaal niet meer op. Ja. En daar zat vroeger Lido in. Lido was een snoepjeswinkel. Ja. En ik heb gehoord van mijn buurman daar dat hij zo graag snoep had. Dus hij weet precies te vertellen wat ze daar verkochten. Ze hadden altijd snoep bij Lido. Lido. Ja. Maar daar zat dan Lido in. Ja. En later heeft er volgens mij ook nog een winkeltje ingezeten met allerlei frutsels van... ja, wat was het ook allemaal? Kleine dingetjes van cosmetica of zoiets dergelijks. En daarnaast, daar zat vroeger dus Van Haren in. Dus Van Haren, die ook een schoenenfirma, die is hier in Almelo begonnen. En die had hier een heel goed lopende zaak. Dat was Van Haren. En daarna, na Van Haren, wie heeft er toen nog ingezeten? Ik weet het niet meer. Nou, afijn, nou zit Henk Zijgers erin. Nee. 51. Ja, dat kan nu, hè? Dit is het pand vroeger van Chamin. Chamin, dat was dus een snoepjeswinkel. En wie komt weer bij mijn buurman? Die was zo goed met snoep op toe. Ja. Maar ook voor die tijd was dat een wat luxe snoepwinkel. Ja. Met de marmeren vloeren erin. Ja, en met die kastje, mooie laadjes erin. Ja, heel verzorgd. Heel mooi. En als we paaseitjes vroeger gingen halen, dan moest dat bij Chamin gebeuren. Want die had de echte, weet je wel. Ja. Dus een firma had een naam en die verkocht wat. En dat waren dus, was Chamin. En daarna is er ingekomen, heeft Radio de Vries dat gekocht. Ja, Radio de Vries. En toen is dat verbouwd, want het was aan het pand, was nooit meer wat gedaan. En toen hebben ze de kap eraf gehaald en toen hebben ze dat allemaal maar een wat simpeler gemaakt. Hè? Mm-hmm. Nou, wat ik jammer vind, dat is dat ze die bovenkant lager gemaakt hebben, op die hoekje. Die kwam altijd zo heel prachtig mooi naar voren. Want als je het af zou spuiten, daar zit zandsteen in. Hè? Ja. En dat was, die pilaren ook, dat was wel voornaams. En dat had je min ook. Hè? Ja. Het was een heel mooi pand vroeger. Ja, het is gewoon wat verprutst. Dat valt nou weg. Ja, en helemaal. Dat is heel mooi. Ja, daarboven hoort er eigenlijk niet op. Bovenkant. Nee, maar die onderkant dus. Nou, je kunt zien, want om de hoek staan, dat was dan een portiekje. En ja, het had wat, hè? Ja, het was een het had inderdaad wat, ja. Nou, en dan krijgen we natuurlijk een veelbesproken stuk Almelo. En dat is de Doelenstraat. Het bordje van de Doelenstraat zie ik niet meer. Het is natuurlijk een van de leukste stukjes van Almelo. En ook voor degene die Almelo is, weten zich dat natuurlijk allemaal te herinneren. Die Doelenstraat, want en vooral de Gouden Leeuw, waar we dus nou tegenaan lopen. Dit was natuurlijk vroeger een van de belangrijkste stukjes van Almelo. Want hier kwamen de gasten van buiten, kwamen bij de Gouden Leeuw, kwamen ze logeren. Mm-hmm. Het was onder andere het enige hotel, voornaamste hotel wat Almelo had. En je kon er goed eten. Was dit hotel, stond dat niet van oorsprong hier ook, gewoon in heel andere vorm? Maar dat hier de toegang naar Almelo... Bij de Haarengracht was zo'n beetje de poort van Almelo. Van het nieuwe eind, dat was dit, dat was het oude eind. Ja, dus. en daarom was hier van oudsher al een herberg, laat het zo noemen. Hier kon je s'avonds nog terecht. Hier kon je s'avonds nog terecht en dan kon je daar niet in. Ja. En dan kwamen ze hier zitten. De mensen bleven hier slapen. Ja, en dan hadden ze bij de Gouden Leeuw ook een binnenplaats. En dan konden de paarden en de koetsen konden gestald worden. Ja. En dan die Doelenstraat, die had natuurlijk ook een functie. Daar had je veel ambachtslieden in zitten. En zodoende was die Gouden Leeuw. En ik moet ook zeggen, die Gouden Leeuw ook... qua regie die er gevoerd werd. Vroeger had je een meneer Renkers. Dat was de man die het langst erop heeft gezeten. En dat was de Girard. En die had er echt een uitstraling. Ja. Weet je? Dat was... En dan in die tijd had je een ober.
een oberkelner en die heette Egerschot. En dat was de grote man met de Gouden Leeuw. Dat was dan de man met de rok aan met het dasje voor. Mm-hmm. Hè? Dus dat was heel voornaam. En daarom belangrijke gasten werden altijd in de Gouden Leeuw ontvangen. Zo was het dus vroeger ook. En dan was waar we nou die Gouden Leeuwen voorstellen, dat was een balkon. Ja. En voor het balkon, daar zat het Gouden Leeuwtje op een ding. Oh. Eentje was er maar. Ja, kijk, vandaar dat jij denkt... En dat balkon was natuurlijk ook wel belangrijk, want als je officiële ontvangst had, dan konden mensen ook op het balkon boven plaatsnemen om het publiek toe te spreken. Oh. En daar was het balkon voor, want dat hebben we nog meegemaakt. Mooi, mijn tantes die overnachten hier ook altijd. Nou, ja. Chique tantes hoor. Ja, waren chique tantes. Ja, waren inderdaad. Ja, we hadden net over de Doelenstraat. Ja. Zie je dat pandje met dat klokgeveltje? Ja, ja. Dat is volgens mij het smalste pandje in Almelo. Dat is maar 2,5 meter breed. Ja, ja. Als we nog even over die Gouden Leeuw mogen terugkomen. De mensen denken allemaal vroeger dat er een andere stoep in zat en een andere ingang was. De ingang die is daar waar die nou ook is. Dit is er nu ingekomen, maar de ingang is daar. Ja. En dat was vroeger dus een mooie hardstenen stoep met twee treden. En dan kwam je in de entree van de Gouden Leeuw. En dat had wat, hè. Ja. Dus dan kwam je eerst in het portaal en dan kwam je, dan had je het hotel met een mooie trap erin en zo. Ja. Het was, het was een echt, een chic ding voor Almelo. Ik denk dat die trap er nog in zit, hè? Nee, alles is weg. Is alles weg? Alles is weggebroken. Alles weg. Nou, het is een stuk missen we in het gebit en dat is, dit is dus het Schalderooi. En Schalderooi, dat is natuurlijk voor Almelo ook een begrip. Maar daar zat vroeger hier op de hoek zat Apollo. Apollo was een parfumeriezaak. Daar was ik net mee in de war met die zaak. En, Apollo. Het was veel smaller. Ja, en dat heeft er jaren gezeten. Maar toen moest op een gegeven moment moest dat Schalderooi breder worden vanwege het verkeer. En wat ze hier dan toch nog door moesten laten gaan. En toen hebben ze de Apollo afgebroken. Wanneer is Apollo weggebroken? Nou, dat denk ik ook al een jaar of 25 geleden. Oh, ja. Dat is het minste. Maar het was altijd heerlijk. Apollo had ook had altijd de deur openstaan en je rookt je parfum. Ja, weet je wel? Net zoals een bakker de deur openzet en je ruikt een bakker. Maar dat is nog echt een klein stukje Schalderooi. Ja. Die huizen zijn nou niet gesloten. Nee. Dat zijn de enigste. Nee. Daar heeft heel lang Matje Spoor gezeten. Matje Spoor, dat was ook een begrip in de Almelo. Ja, dat was nog gisteren met zijn broer, dat was de schil. En dan aan de andere kant van het Schalderooi, daar hebben we hier dus, hier zat vroeger de firma IPMA. En IPMA, dat was natuurlijk ook een begrip voor herenconfectie en jongensconfectie. Ja. Hele degelijke zaak, met hele degelijke mensen er ook op. En die heeft er jarenlang gezeten. Toen heeft, hij had geen opvolgers. En toen is die zaak verkocht aan Heenkamp, een firma uit Amersfoort, ook een hele bekende firma in Amersfoort. En die heeft het pand verbouwd. Daarna is er Blue Eye ingekomen, een jeugdkleding. Ja. En de laatste verbouwing is dus eigenlijk dat Buckering met optiek erin, of met brillen, opticien erin is begonnen. Ze hebben het pand vorig jaar helemaal opgeknapt. Nou, maar het zag er verschrikkelijk uit. Ja. Het was heel verwaarloosd, maar nu is het weer echt opgeknapt. Hoe dichter we bij de firma Rohof komen, hoe meer heb je er weer van weer te vertellen. Hof Scholten Berndsen. Oh, ja. En degene die vroeger is een wat duurder ameublement of stoelen hebben gekocht, die hebben dat beslist bij Hof Scholten Berndsen. Ja, dat had verschillende dingen gekocht. Ja, dat had. Nou, nee, maar het had een goede naam. Ja. En Felix Berndsen, dat was een binnenhuisarchitect. Dat was misschien wel niet direct de koopman, maar het was een echte vakman. Ja, maar zijn vrouw die. Maar zijn vrouw die had het meer. Die had het meer. Die wist het. Ja, die wist het. Ja, en dat was natuurlijk ook cool dat je een stoel moest laten serveren. Dan moest je bij hun terecht, want daar zijn vakmensen. Die konden het goed. Ja, het is... 1849. Nou, ja, dat staat er wel voor. Daar is die steen ook wel van. Maar die voorgevel is ervoor gezet, hoor. Oh. De balken die liggen hier in het lengs en niet in de breedte. Ja. Vandaar dat ze dat anker, wat daar zit, hebben ze er later voor gezet. Want anders was de hele voorgevel eruit komen zetten. Nou ja, nee, dat zijn mooie ankers. Ja, nou is het dan toch weer helemaal in oude staat terug. We zijn hier bij Modehuis Tieneke. Wat is dit nou vroeger geweest? Nou, vroeger zat hier een heel bekende naam Kemna. En dat was de eerste sparwinkelier van Almelo. Ja? En dat maakt natuurlijk wel indruk, want die was bij een organisatie en die kon wat. En dat was eigenlijk nog voor Albert Heijn. Dat was dat eigenlijk iets bijzonders, de spar.
En Kemna, die is een vrouw en hij samen altijd druk in de winkel. En dan had hij ook nog een grote kar met een paard ervoor en dan ging hij ook nog de buurt af. Daar hebben er schoenen in gezeten. Daarna is er ingekomen, wat heeft er nog meer in gezeten? Nou, toen is er ongeveer Tieneke erin gekomen. Tieneke is dus confectie speciaal voor mensen met een wat bredere en grotere maten. En die zit er dus nu in. Dat is vroeger in, daar heeft Jo de Vries in gezeten met radio's. En dat was dus ook al een begrip in Almelo de Vries. Ja. En die is hier dus eigenlijk begonnen. Radio's en later tv en zo. Ja. Na de Vries is erin gekomen van ons uit. Hebben wij dat pandje toen veranderd in één nacht in een fancy farm. In een hele Amerikaanse stijl, zo'n western stijl. En dat was schoenen, laarzen en posters en een barretje erin. Het was, ik weet wat, toen we openen, hebben we 3 dagen hebben de mensen hebben in de rij gestaan om dat te kijken. Het was natuurlijk was helemaal na dat avontuur zijn wij er weer uitgegaan. En toen is er dus Blue Eye ingekomen. Oh ja. Van Banes en de Vries. Ja. En die hebben er een hele tijd in gezeten. En na Europa is erin gekomen weer met confectie. India's restaurant. Maar vroeger zat daar in de dames Kamps. Kamps, dat was een begrip voor stoffen. Stoffen en handschoenen en sjaals. En die hebben er heel wat jaren in gezeten. En na Kamps is daar ingekomen de firma Van Dam. In bloemen. In bloemenzaak. Oh, ja, een hele bekende bloemenzaak. Mijn begrip in Twente. Ja. Een van de mooiste bloemenzaken die we in Twente hadden. Ja. Deze familie had ook enorm veel gevoel ervoor. En die deed ook elk weekend was het leuk aangekleed met een mooi boeket. En, nou, en bij de firma en bij de van Almelo. Ja, nou weet ik niet. Maar we zitten dan nou voor Rohof. En ik ben dan de derde generatie die er in dit pand zit. En de vierde die staat op het moment in de zaak. Dit pand is al, ik denk een keer of 6 in het hele bestaan al verbouwd. En we zijn hier dus gekomen in zo rond 1881. Het is misschien wel leuk, de anekdote, dat Hedeman van de Sluitersveld, de bekende fabrikant, die is hier boven, in dit bovenhuis is hij geboren. Oh. En hij is dan eens een keer uit Amerika hier geweest en toen hebben we dat laten zien. En dat was natuurlijk toch wel een leuke confrontatie. Zo. Om maar wat te noemen. Dus die... Ik kan u straks wel foto's laten zien hoe wij het destijds hebben overgenomen. Ja. Maar hier is de straatlijn van de oorsprong woonhuis. Ja, maar denk allemaal dat woonhuis. Is ook zo, ja. En wij hebben natuurlijk hier al die tijd schoenen verkocht en dat is zo nog wel blijven doen. We hebben in de loop van de jaren ook nog wat in de buurt wat bijgekocht. En zodoende hadden we dus een kinderafdeling en we hadden een gemakafdeling. En enfin, allerlei, op de schoenengebied hadden we alles. En dat was dan de firma Rohof. Is dat in Europa? Voorstaat, dat was hiervoor was het dus Bagatelle. Een heel bekend restaurant in Almelo, dat wil zeggen speciaal bij de jeugd. Omdat de ouders wisten dat ze daar naartoe gaan, dan waren ze in goede handen. Van der Meijden was wel een gérant die tucht in zijn zaak had en geen rommel wil hebben. Mm-hmm. Dus misschien missen we dat op het moment wel een beetje. Het was ook heel gezellig, ook zondagsmiddags kon je daar gezellig een kopje thee of koffie drinken. Ja, nou dat was... Ja, dat heel, je hoefde niet bang te zijn als je naar binnen ging dat er je wat overkwam. Nee, hè? Dus, die Huub van der Meijden, die heeft nou bij mij op school. Oh ja, nou, ja, die zit nou in Afrika, zit hij, die Huub. Oh, ja. Ja, en, maar die voelde er ook niet voor om daarin die zaak van zijn vader over te nemen. Als je naar boven kijkt, dan kun je zien dat was het hele pand van Bagatelle. Maar daarnaast, dat uitzendbureau... Is dat er niet ook bij? Ja, later wel, maar vroeger zat daar Van der Ra in met sigaren en sigaretten. Mm. En die Van der Ra, de moeder van Gerard Vloedbelt, die kwam daar vandaan. En toen heeft... Toen die eruit was, toen heeft er nog een hoen in gezeten. Dat was een beetje besproken man, want die hoorde bij de NSB. Dus dat was dan niet zo'n gelukkig man, maar die is er na de oorlog nooit meer teruggekomen. En toen heeft Bagatelle dat erbij gekocht. Het onderste gedeelte, denk ik. Nee, het hele spul. Oh, want toen heeft hij boven een hotelruimte gemaakt. En toen hadden we dus nog weer een hotel voor Almelo erbij. Ja. Destijds de Amerikanen die hier bij Texas allemaal werkten, die hebben daar heel wat jaar gezeten. Maar het is misschien leuker om even terug te gaan naar vroeger. Er zat hier een bekende bakker en die heette Ten Kaarten. Dat was een bekende bakkerij. En hij was ook zeer kunstzinnig. Want als er dan
boven met feesten. Dat is nou bijvoorbeeld in Koningshuizen, er was wat te doen. Dan had hij de tekeningen op marsepein al gemaakt. En die stonden in een etalage. Dus na de kaarten heeft Racing dat gekocht met meubelen. Want die heeft het helemaal verbouwd zoals het er nou is. Hoekpand is het. Ja. Is dat vroeger van Niekes geweest? Ja. Tenminste, Niekes heeft het destijds hier in begonnen. Maar daarvoor zat de dageraad. Is Niekes erin gekomen. Een firma uit Groningen in textiel. In betere textiel. En na Niekes heeft dus Racing dat overgenomen voor meubel. Was dat niet Stokman in Niekes? Ja, de directeur was Stokman en die was getrouwd met de Niekes. Maar goed, dat was dus de firma Niekes. En daarna dus de firma Racing. Die heeft er jaren in gezeten. En nu zit er een phonehouse in. Firma Palte. Ja, firma Palte, dat is een van degenen die hier eigenlijk het langste zit. Daarvoor die tijd heeft hij hier ook nog een winkel ingezeten in naaigarnituren en zo. Maar Palten zit er toch al, een jaar of 50 in. Ja. Dus dat is al geweldig. Ja. Een van de eerste filialen die Palten elk vestigde was in Almelo. En dat was dit. En we zijn blij dat hij nog steeds zit. Want het is dan al een Almelose firma met al zijn ups en downs. Maar we hebben hem nog in elk geval nog. Nou, en dan komen we op de hoek. En dan zitten we dus, daar stond vroeger de grote politieagent van de Schoor. En van de Schoor was er een man met in lengte en breedte, alle maten had die man. En die stond hier dan het verkeer te regelen. En dit was de verkeersstraat van Almelo, de grote straat. Ja, hier komt alles door. Dus we hebben hier heel wat keren en hebben hier ongelukken meegemaakt. En maar van de Schoor regelde het allemaal. Ja. Dat kennen we niet meer. Dat ken je helemaal niet meer. Dat klopt ook. Ja, dit had een mooi gezicht met die kerktoren erachter. Ja, ja. Ja. Dat doet er heel mooi aan. Ik was tenminste benieuwd van de wals er aan zat. Daar willen we meneer Roohoff hartelijk voor bedanken. Voor de hele goede uitleg die we gehad hebben. Ja. En misschien als we u nog een keertje weer nodig hebben. Ja. Zou u dat nog weer willen? Ja, natuurlijk. Ja? Want met jullie was dan plezier om eventjes... Dat is heel fijn. Het oude. Hartelijk dank, meneer Roohoff. Ja, graag gedaan. Hè? En ik hoop dat je er nog lang van mag genieten. Hè? Dat is belangrijk. Nou. En onze operateur.